maar zien. Laat ze maar komen nu, hè. Eten staat, is klaar, hè? Bed is klaar. Wat willen vrouwen nog meer, hè? Die lokroep van Piet wordt als eerste gehoord door Gea. Ze is gescheiden en trotse oma. Net als de twee andere logees komt zij op eigen gelegenheid naar Duitsland. Moet die schuin of moet die recht? Is goed zo. Oké. Hey, ik moet je te zien, hè? Ja. Heel fijn. Ja. Hè? Ja. Leuk, hoor. Leuk, ja. Ja, ik heb er zin in, moet ik zeggen. En jij? Ja. Ik ook, ja. Nou, dan aan de slag, zou ik zeggen. Ja, precies. Oh, je woont mooi, hoor. Ja. Jeetje. Heb jij ook een koelkast? Want ik weet niet wat jij aan ontbijt doet. Maar ik heb even mijn yoghurt en mijn muesli en zo mee. Want ik vind het gewoon lekker om dat 's morgens te doen. Ik leg een sleutel even in. Ja, hij doet dat. Ja, dan neem ik die even mee naar de koelkast. Zo. Helemaal de rode loper. Ja, extra, hè. Extra leuk, dus. Hoor. Ik voel me gewoon geweldig. Ik vind het zo leuk hier te zijn. Zo leuk om Piet natuurlijk weer te zien. Ja, geweldig. Ja, ik zit een beetje met mijn cholesterol, dus ik heb even die dingen gewoon meegenomen. Oké. Okay. Ja. Oei. Laat mij, ik kan maar een paar dingen eruit halen. Hier. Leuk, hoor. Echt leuk. Jeetje, man. Oh, je kijkt wel mooi weg hier, hè? Ja. Prachtig. Je werkt officieel niet echt meer, zeg. Ik ben niet in loondienst. Je werkt gewoon wanneer jij eigenlijk zin hebt. Ja. Of als ze dat nodig hebben, zeg maar. Ja. Kunnen we nog eens zeggen van we pakken de fiets en we gaan fietsen? Ja, ik heb net een nieuwe fiets gekocht. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Ja, een elektrische? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat was heel fijn. Om even één op één samen een beetje te kletsen, een beetje te vragen, een beetje antwoorden te geven. Dat vond ik heel fijn even. Oh ja, dan zijn ze ook een beetje oom en tante voor. Maar Gea moet Piet nu gaan delen, want daar is de tweede logé, Eugenie. Hey. Hi. Ja. Hoi. Leuk je weer te zien. Ja. Het voelt gewoon hartstikke goed. Ik voelde me vertrouwd en blij. Gewoon vooral heel blij. Ik heb er zin in. Het gaat al wel veel in zo'n auto, hè? Ja, het is ook belachelijk wat je voor zo'n week moet meenemen. Ja. Weet ik niet hoe lang dat die duurt, hè? Nee, precies. He? Het kan 2 dagen zijn. Ja. En het kan een week zijn. Ja. En dan heb je veel nodig. Ja. Hey, Eugenie. Je wilt charmant zijn. Ja, tuurlijk. Nou, vooruit. Waarom denk je dat ik iets met vlindertjes aan heb? Het voelt voor mij als liefde op het eerste gezicht. En ik hoop heel erg dat het wederzijds is. En stiekem heb ik een beetje het gevoel, maar ik vertrouw niet altijd helemaal op mijn gevoel. Dus ik vind het best heel spannend, maar ik hoop heel erg dat hij mij kiest. En daar is nummer 3. Met de komst van de geboren Duitse Anke is de logeerclub van Piet compleet. He. Wat een lange reis. Ja, lange reis, hè? Maar ik ben er. Ja. Hoi. Hoi. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, hoi. Leuk om je te zien. Ja. In jouw eigen stekkie. Ja. Hartstikke leuk. Nou, ik vond het ook spannend om Piet weer te zien. Ja. En het gevoel is nog steeds hetzelfde, van ik ben wel nieuwsgierig naar hem. Ja. Ik dacht, ik neem heel mijn huishouden mee, dan kom ik ook niks tekort. Dan kan je ook langer blijven. Ja. Nou, dat zou kunnen. Zou kunnen. Ik hoop dat mijn gevoel duidelijk wordt. Ja, ik hoop dat mijn gevoel voor Piet duidelijk wordt. En als ik uiteindelijk mag blijven, of dat dan ook daadwerkelijk er is en of het nog mag groeien. Daar hoop ik op. We zijn er. Ja. Ja. Lekker even. Ja. Nou. Piet zei net van, moet ik even helpen dragen? Is hij nou? Zeg, heel de auto ligt vol, hoor. Heb ik ook, hoor. Ik heb maar een gedeelte. Verleden jaar ging ik 5 weken lopen met 9 kilo kleding op mijn rug. Oh, echt? Echt heel weinig. En nu ga ik een paar dagen weg en heel mijn auto zat helemaal. Ja, maar dat is chockvol. Dat is toch fijn als je je auto bij hebt? Dat je niet met koffers hoeft te sjouwen. Zelfs kaplaarzen. Oh. Heb jij de Santiago de Compostela gedaan? Of, Ja, vanaf de Franse Pyreneeën. Verleden jaar om deze tijd. Ja, ze zeggen wel, mensen die dit doen, die doen het met een missie. Hè? Die doen niet. Iedereen heeft een missie. Die heeft zijn vrouw verloren, die heeft kanker gehad. Ik wilde fysiek bezig zijn, dus fysiek moe worden. Ja.
Maar uit mijn drukke hoofd en gewoon voelen van wat wil ik nou met de rest van mijn leven. Eugenie woont met haar hond Bouke midden in de Randstad. Maar haar grote droom is wonen op het platteland. Ik ben vrij snel overprikkeld. Het is gewoon te druk als ik met Bouke de deur uitloop. Fietsers, brommers, auto's. Ik vind het gewoon te druk. Eenvoud, rust, natuur, dieren. Hard werken, fysiek hard werken is mijn ding. Dan kom je al gauw bij een boer uit. Hè? Eugenie heeft 2 volwassen zoons en kijkt uit naar een nieuwe liefde in haar leven. Wie weet, Piet? Ja, hij raakte me. Hij raakte me op een aantal vlakken. Vooral ook toen hij aan tafel met zijn gezin zat en zijn traantje wegpinkte. Dat schreef ik ook in mijn brief. Ja, ik hou gewoon van mannen die hun emoties laten zien, die gevoelig zijn. Ik vind dat stoer eigenlijk, als mannen dat durven. Ik zat op een ochtend vroeg op een bankje en ik zag daar een ouder echtpaar van 85 de oogst binnenhalen uit hun moesta. En toen heb ik gevoeld waarom ik hem liep, omdat dat is wat ik ook verlang. Ja, ja. Met iemand oud worden. Dat voel je kwam dan. Zo diep binnen. Ja, ja. Want, er was duidelijk liefde tussen die mensen. Ja, ja, ja. Nou, dat is wat ik wil. Ja. Dus daarom zit ik nu hier. Ja. Net als jullie. Ja. Ja. Nou, absoluut. Wij willen dat ook. Dat hebben we dus allemaal gemeen, toch? Ja. Piet, rondje erg. U bent aan de beurt. Follow the leader. Kom. Oh, wat zit ik vol, zeg. Het is echt... Ik zit zo. Die rijst de pap. Ja. Eerst even afkoelen. Ja. Oh ja, even de pool. Ja. Even de pool bekijken. Even voelen. Wow. Is het warm? Ja, ook met 20. Oh. Oh, zie je. Ja. Nee, het voelt lekker, maar niet om een plons nu te nemen. Kijk, die kippetjes zijn er ook te leuk, hè? Ja, geweldig. Tok, 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 tok. Nou, dan wil je ons even voorstellen aan de heren stieren. Ja, ze hebben geen naam, hè? Oh, nee. Geen naam. Welke is het lekkerst? Oh, daar hebben we de hondje ook weer. Dat weet de boer beter. Waar hij het beste alle? Mee... En het zijn allemaal stieren dus, hè? Allemaal stieren. Ja, ze hebben ook nog een groep met vrouwelijk. Okay. Maar eerlijk gezegd wist ik niet dat al die stieren bij elkaar konden staan zonder te vechten. Dat wist ik eigenlijk. Nee, ze hebben ook geen hoortes, hè? Maar, nee, nee. Ik voel wel dat ze alle drie wel heel graag willen. Hè? Dat ze wel. Dat die ook wel oprecht interesse dus. Hè? Heel, dat ze er ook wel echt voor gaan. Zijn dat de meisjes? Nee, nee allemaal jongens. Heren. Je had geen meisjes, die worden al gestoord in hun avond. Goedenavond. Zou je ze ook kunnen aaien, die stieren? Ja. Of houden ze daar niet van? Ligt eraan. Ja, dat kan probeer ik wel maar. Is dit stroomdraad trouwens? Ja. Zou het maar niet aanraken, of wel? Laat het maar aan, hè. Oh. Ik heb dat als kind heb ik een keer dat aangeraakt. Ja, Eugenie, die vraagt aandacht. Die vraagt aandacht, hè. Ik probeer het ook een beetje te vertelen natuurlijk, hè. Maar mogen wij dan ook zelf leren besturen, of dat niet? Mogen we alleen ernaast zitten? Eerst naast zitten, misschien. Als ze heel lief zijn en... Nou, ja, hangt ervan af. Heel handig, dat jij onder lief verstaat natuurlijk. Ja. Anke doet in mijn ogen niet heel veel toenadering, of ik heb het niet gemerkt, hè. Ik kan het ook... Sommige signalen moet je ook kunnen waarnemen, hè? Of toevallig zien. Oh, ik hou daarvan. Ja, kom ik even lekker bij zitten. Hoe hoog wacht even. Ik? Hoe hoog? Nou, dan gaan we ons even vasthouden. Nou, straks zegt hij ineens krak, weet je wel. Oh, ja. Weet je hoeveel kilo je in je mond zit? 2 keer de helft. Ja, ik vind dat echt leuk.